Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this 2-2 crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior, said to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, ik moet even een batterij pakken. Ik was al onderweg, maar ik was vergeten om mijn kaartje mee te nemen. Oh, dan ben ik mijn batterij weer kwijt. Oh. Waar heb ik mijn batterij hier gelaten? Dan ben ik mijn batterij weer kwijt. Nou ja, ik ga eventjes... onderdribbel, even snel, even... Oh, ik heb hier al een... die neem ik mee. Zo. Nou, we gaan even een wandelingetje maken. Morgen gaan we naar Duitsland. Daar heb ik wel ontzettend veel zin in. Dus dat wordt wel leuk. We lopen hier inmiddels in het park. En dit is de omgeving. Oh, ziet het er mooi uit allemaal. Hier hebben we de nieuwe huisjes staan zo. Een nieuw huis is daar niet veel gefilmd de laatste tijd. Maar ik probeer toch wel wat iets te filmen. Ik heb ook natuurlijk vooral veel vakantie. Dus ik wil niet al mijn vakantietijd besteden aan filmen en vloggen en zo. Ik heb ook een beetje privacy. Hier de uitgang. Hier ga je langs het zwembad. Nou, mijn camera heeft weer problemen. Zo, even het zwembad filmen. Ik wil even het zwembad erop zetten, hè. Ik heb echt constant problemen met die camera. Het wordt echt tijd voor een nieuwe camera. Als ik thuis kom, het eerste wat ik ga doen is een nieuwe camera kopen. Want ik word hier echt helemaal schijtziek van. Echt constant problemen met een gek apparaat. Ik kan de geheugenkaart niet lezen. En dan valt het af en toe uit. Ik een beetje gekke. Ik denk, wat is die nieuwe, of nou ja, nieuw is die inmiddels al niet meer, maar een glijbaan met zo'n koon zit erin. Dat is wel leuk. Hier hebben we nog een automatenhal is dat. En hier heb je dan de patatzaak met de winkel. Dan gaan we eerst even heen. Hier hebben we nog een lekker cafeetje, restaurantje waar je lekker wat kan drinken. Ik moet nou nog een keertje hier even een grolsje pakken, want dat is wel lekker. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat ben ik nog wel van plan. Nou, hier heb je de campinggedeelte. En dan hier heb je dat pad dat je naar dat bruggetje kan lopen. Met daarop verderop een nieuw gedeelte. Het is het zwembad. Dat wil ik ook even laten zien. Even kijken dat ik dat... Ik weet niet of ik erin kan. Dat het dicht is. Volgens mij is het dicht. Ja! Hier nog de... kinderboerderijtje. Met wat diertjes. Vroeger mogen hier naar binnen. Tegenwoordig mag je hier niet meer komen. Moet je buiten het hek. Natuurlijk veel mee gebeurd met die dieren. Er zullen wel veel gesodemieterd zijn en zo. Ik denk dat het dicht is. Ja, hij is dicht. Daar kan je niet in. Maar ik kan wel even wat laten zien. Dit is dus het zwembad. Buiten zwembad. En binnen heb je ook nog een zwembad. We hebben hier nog een... grote blauwe glijbaan hebben we hier nog. En hier voor de kinderen dan. We hebben ook nog een of andere glijbaan voor de kinderen. Dit is een beetje het zwembad. Hier kun je dus lekker... Nou, veel is te koud ervoor, maar... met de afgelopen warme periode... kon je hier wel lekker zwemmen hier. Zo ziet het er hier een beetje uit allemaal.
We gaan weer terug. Hier de restaurant. Met de glijbaan. Hier hebben we een snackbar, die is nu gesloten. Dat was de ingang van de snackbar. En dit is dus een beetje hoe het hier in het park uitziet. Hè. Verderop, daar zo, bij de klok daar zo, zit de receptie. En waar je nu naar kijkt, dat is het binnenzwembad. En dan heb je hier een restaurant. Maarse Onder. Maarse Vonder. Doorgaand verkeer. Fietspad. Kijk, daar kan je het poortje door, ja. Zie je? Hier hebben we niks meer. Het is allemaal boerenweiland en zo allemaal, hè. Daar komen we net vandaan. Dus, het is wel, ja. Hier kan je niet verder meer. Nee. Ja, eigenlijk naar die mensen. Ja, maar dat is niet gezond. Ja. Hier kan je er weer in. Zie je? En dit was er volgens mij nog niet, hè? Oh, dat was er wel al. Ik kan me nog niet herinneren, joh, dat je hier ook erin kon. Uitrit vrijlaten op last van de brandweer. Nou, passie. Nou, ik heb het wel, want ik moet. Ja, oké, okay, dan gaan we weer. Ja. Zo, ik ben er door. Hier kan je allemaal weer. Hier de airhuisjes. Nou, wacht even. Ze kan er niet doorheen. Wacht even. Die is ook helemaal kaal hier, hè? Oh ja, dit zijn die halve huisjes, zeg maar. Nee, jawel, kijk maar, je hebt die B. En aan de andere kant heb je A. Dus dit zijn die halve huisjes. Zeg maar één huis. En door, dan door midden gesplitst. En dan heb je nummer, zeg maar. Kijk, want daar is A. De ene zit op A en de andere zit op B. Dus dan heb ik een huisje. Hier heb je 1A en 1B. Dat is een gesplitst huisje. Hier 50B is dit. Heel groot, hetzelfde huisje, alleen het is door midden, hè? Ja, dat zei ik tegen dingen zo. Hier 50A. Nee. Dan moeten we die kant op, als het goed is. Ja. Hier nog een spul voor de kinderen. Oh, hier heb je alweer MH. Ja, MH.
En wij hebben... Dus MH31, wat voor huisje hebben wij ook weer? 36. 36. Zitten we alweer bij... We zijn alweer terug. Hier die 31. Dat is het dingetje waar wij op kijken. Zitten we fout? Ja. Wat voor huisje heb je nou? MH36 zeg jij. Ja. Nou, dan loop je door, hè? 33. Als dit oploopt naar 36, dan heb je om de hoek. Oh ja, dan moeten we hierheen. Ja hoor. Moet ik zeggen, we lopen verkeerd, maar we lopen niet verkeerd. Nee, dit huisje is ook nog vrij. Is niet bezet. 34. En dit is 35. En voilà, kijk eens. De gele auto zie ik. Jouw MH36. Zo, kijk. Daar heb je mijn autootje. Daar heb je mijn auto.